de haven van Gaza-stad. Dit is de uitvalsbasis voor de laatste vissers uit de Palestijnse samenleving. Met hen gaat het echter niet goed vanwege de Israëlische zeeblokkade van de Gazastrook. In 16 jaar. Naam. وأسوأ حاجة في الحياة اللي احنا عايشين فيها الأيام هذه في سبب الحصار لأنه مش مصرح لنا نروح نيجي وين نروح. De afgelopen jaren is het voor de vissers van Gaza steeds moeilijker geworden om hun werk te doen. De Israëlische marine schiet regelmatig op vissers die zich verder dan 3 kilometer uit de kust begeven. Maar de moeilijkheden blijken de inwoners van Gaza inventief te hebben gemaakt. Sinds kort is er een andere manier in de kuststrook om aan vis te komen. Visteelt. Het aantal viskwekerijen in Gaza is het afgelopen jaar hard gestegen. Het zijn er nu 9. Deze hier is 6 maanden geleden opgezet en is tot dusver de grootste. De initiatiefnemers kunnen ermee jaarlijks 50.000 kilo vis kweken. En toch, er zit iets tragisch in deze ontwikkeling. Net als in bijvoorbeeld de Nederlandse plaats Urk ben je in Gaza nooit ver weg van de zee. Maar daarin kan door allerlei politieke ontwikkelingen bijna niet meer worden gevist. Omdat Israël Gaza ook over land afsluit, krijgen zelfs de viskwekers te maken met specifieke problemen. De viskweekindustrie in Gaza is nu nog klein. Maar het kan zijn dat de kiem is gelegd voor iets wat in de toekomst, noodgedwongen, bij gebrek aan visvangst op zee, tot iets veel groters gaat uitgroeien.